Deze serie is mogelijk gemaakt door Firestarters bij Vodafone. In Firestarters de series laten we zien hoe mobiele technologie ons leven verandert. In deze aflevering zoomen we in op de leraar van de toekomst. De laatste revolutie was het digibord. Hoera, de juf kon voor de klas iets aanraken en het bewoog. Maar nog steeds zitten alle kinderen naar hetzelfde te kijken. Waarbij de 1/3 van de kinderen het niet begrijpt, de andere 1/3 van pure verveling in slaap valt. En precies voor die middengroep is het dan net eventjes het duwtje wat ze nodig hebben. Ik ben Tijl Rood, directeur van de Ontplooiing, een Steve Jobs school in Amsterdam Nieuw-West. We gaan uit van de persoonlijke ontwikkeling van elk kind, die verschilt. Tempo verschilt, uiteindelijk vaardigheden waar een kind terechtkomt kan erg verschillen. En op gewone scholen doen we het met z'n 25'en tegelijk allemaal hetzelfde, in hetzelfde tempo. En om het onderwijs persoonlijk te maken, heb je een eigen apparaat nodig. Wat je ook op vakantie mee kan nemen, daar kun je leren. Waar je thuis nog even kan inhalen als het hier op school niet helemaal goed gegaan is. En dat kan dankzij de iPad en vandaar de naam Steve Jobs School. Het is dus goed dat er vernieuwing is, alleen het probleem is dat er niet echt vernieuwing is. Een soort van evolutie waarbij we een nieuw device introduceren, de computers worden vervangen met iets nieuws. Maar we hebben echt verandering nodig. Het systeem zoals dat nu er is, is verzonnen voor een andere tijd met andere doeleinden. En het enige wat we doen is een kapotte muur eigenlijk hier en daar wat pleisters plakken, maar niet echt veranderen. Ik ben Kerim Amrani, 21e eeuw knutselaar. Ik knutsel zo met papier en pen. Als met code en robots. Toen ik 15, 16 was, was ik 2 keer blijven zitten. Erg gedemotiveerd. Ik had demotiverende mentoren en docenten. Nadat ik van school was afgekikt, heb ik besloten om te gaan innoveren in het onderwijs. Zodat hopelijk iets beter kan maken voor mijn kinderen. Zodat zij niet dezelfde ervaring hebben met school als dat ik dat had. Nu hebben we mobiele technologie, waardoor je eigenlijk nieuwe vormen van educatie kan gaan creëren. Waardoor educatie overal plaatsvindt, niet alleen maar op school. En dus ik ben in de schuur, ik heb een lekke band, ik kan gewoon naar YouTube gaan, een tutorial opzoeken en on demand, maakt niet uit waar ik ben, les krijgen op dat gebied. Eigenlijk met mobiele technologie connecten met kennis, waar dat ook maar is. De filosofie gaat uit van de ingebakken nieuwsgierigheid van kinderen. En de manier waarop we dat organiseren is eigenlijk via een paar software tools. Die heet TickTick School Tool. Het is een soort roostertje voor de kinderen waarop ze precies zien waar ze nu heen moeten. En ze kunnen dus van tevoren hun eigen activiteiten voor die dag uitkiezen. Nou, dit heb jij gepland. Dit moest er gepland voor vandaag. Plan eens even morgen je eerste 2,5 uurtjes in, Moes. Nee. Nu weet het systeem dat hij morgen om 9 uur robothand gaat doen. Zo kan hij zijn hele dag eigenlijk inplannen. Dus stel je het blokkenschema van een popfestival voor. Nou, dat is het aanbod. En jij via een appje abonneert je op dingen en gaat van het een naar het andere. Op jouw iPad zie je waar je heen moet. De ouders zien wat er gebeurd is. En wij hebben het van tevoren klaargezet. Kijk eens wat je nu aan het doen bent, officieel. Dat is nog niet. Er zitten in het plafond allemaal verklikkers, beacons. En die gaan piepen als hij hier zit, terwijl hij daar moet zijn. En op de iPad van de leerkracht staat ook van, nou, deze kinderen kan ik verwachten. En ik kan even kijken of iedereen er is. En het andere belangrijke is taal- en rekenonderwijs. En dat is 100% adaptief. En het mooie daarvan is dat het nooit te moeilijk is. Iedereen maakt evenveel fouten. 1 op de 6 sommen of 1 op de 4 sommen gaat fout. En dat is omdat het steeds moeilijker wordt naarmate je beter wordt. Ik zal een app laten zien die ik nog in mijn voor het schooltijdperk heb ontwikkeld. Tafels oefenen, waar heel veel kinderen moeite mee hebben op basisonderwijs. Hoe kan je dat in een gamevorm vergemakkelijken? Dit is een spel waarbij je een wereldbol hebt en je krijgt een som in het midden en mogelijke antwoorden waar je naartoe moet springen. En dus het hele idee is dat je vanuit het midden wordt beschoten, zodat je niet op je vingers kan tellen. Dus in plaats van te zeggen niet op je vingers tellen, is het in de game verwerkt. Dit soort games moeten er gewoon meer zijn. Als we kinderen aan het voorbereiden zijn op een werkzaam leven, moet je kijken naar het werkzame leven. Daar hebben we het nieuwe werken. Je de hele dag thuis kan blijven als je dat wil. Daarin hebben we werken in teams, wat heel belangrijk is, wat eigenlijk op scholen nauwelijks geoefend wordt, wat hier heel belangrijk is. Daarin hebben we ruimte voor eigen creativiteit. Kijk naar de gameontwikkelingsindustrie. Die laat werknemers totaal vrij. Ga maar wat doen, joh. En dat maar doen wat je is opgedragen, dat komt uit de tijd van de industrialisatie. Dat we ponskaarten en prikklokken nodig hadden. Dat is al lang niet meer aan de hand. Dus waarom doen we dat in het onderwijs nog? We lopen 100 jaar achter daarin.
Technologie moet altijd meegroeien, altijd mee evolueren. Dus je hebt dingen op iPads, op telefoons, maar dingen als kleuren en gewoon knippen is er ook nog steeds. En ik denk dat we steeds meer toegaan naar een tijd waarbij low-tech gecombineerd met high-tech. Hey, dus papier wat interactief wordt. We're gonna put the iPad down and we're gonna program your partner. Programmeren is natuurlijk ook een vaardigheid die enorm belangrijk wordt en nu nog steeds niet meegenomen wordt in de beoordeling van scholen. Maar wat natuurlijk heel erg wezenlijk is voor de toekomst. Ik denk dat programmeren misschien bijna wel belangrijker is dan Nederlands les. Omdat het een universele taal is. Je kan iets bouwen wat door iemand in China gebruikt kan worden. Wat mensen kan helpen aan de andere kant van de wereld. Nederlands is beperkt tot Nederland. Vroeger leerden we rekenen omdat we de kassa moesten kunnen bedienen. En nu de kassa's al het rekenwerk voor ons doen. Denk ik dat het belangrijk is om in elk geval te leren programmeren. En dat rekenen zit er nog steeds in. Dat leren we nog steeds. Maar het programmeren moet er op zijn minst bij komen. To understand the basics of what a program or an algorithm does, we're going to write some simple commands. So example, stand up out of your chair, turn to the right. 3 jaar geleden wisten we niet wat de cloud was. En moet je nou eens nagaan, ik kan altijd overal bij. Alles wat we hier doen, hè, kun je eigenlijk op afstand nu al vormgeven. Dus via FaceTime en Skype kun je al lessen bijwonen. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste punten van onderwijs voor een nieuwe tijd. Dat je altijd je docent bij je hebt als je je iPad bij je hebt. Via mobiele techniek. En we weten nog half niet wat we mee gaan maken. Met die Internet of Things en dat soort ontwikkelingen. We blijven maar innoveren. Maar puur voor het onderwijs gezien is het eigenlijk niet eens meer nodig. Dat we bij elkaar komen. Zo goed als het nieuwe werken ook functioneert als er geen fysiek hoofdkantoor meer is. Deze serie is mogelijk gemaakt door Firestarters bij Vodafone.